Allereerst, wat boft u met zo'n prachtige locatie voor zo'n feest als dit? Mooi. Het is voor mij de tweede keer dat ik hier deze handeling mag verrichten. Vorige keer bij de installatie van Jan Rijpstra en nu bij de installatie van Wendy Verkleij. Mevrouw de burgemeester. Dames en heren. Dit is een belangrijke feestdag voor Noordwijk. Een plechtig en historisch moment. Kijk alleen al eens naar de gekozen locatie, naar deze prachtige kerk waar wij samen zijn. En vandaag treedt Wendy Verkleij Eimers aan als eerste kroonbenoemde burgemeester van de nieuw gevormde fusiegemeente Noordwijk. En dat doet zij ruim een jaar nadat Noordwijk is gevormd. Met het samengaan van Noordwijkerhout en het oude Noordwijk. En zeker geen dag te vroeg. Afgelopen week hadden wij een goed samen zijn met het college om terug te kijken op een jaar na de fusie. En dat stemde ons eigenlijk allemaal positief. Maar sta me toe even uit te leggen waarom het geen dag te vroeg is. Deze gemeente werkt samen met haar inwoners aan een nieuwe toekomst. Er zijn informatieavonden gepland in Noordwijk aan Zee op 12 februari... in Noordwijk Binnen op 6 februari en in Noordwijkerhout aanstaande donderdag. En ik hoor u denken, en de Zilk dan? Ja, ook vanuit de Zilk praten en denken mensen mee, maar die informatieavond is al geweest, die was vorige week. Gelukkig begint het echte visievormende werk in door inwoners gevormde teams pas ergens volgende maand. Dus dat die ene informatieavond al voorbij is, oké. Okay, maar u snapt dat ik het belangrijk vind dat de nieuwe burgemeester aan de slag gaat, omdat er toekomstbepalende maanden aankomen. En ik weet zeker dat de handen van Wendy Verkleij jeuken, dat haar adrenalinepeil flink is gestegen en dat ze uitkijkt naar volop meedoen in het, zoals jullie dat hier zelf noemen, samen maken van de toekomst. Ze zei immers, nadat bekend werd dat ze naar Noordwijk zou komen, fusies liggen me wel. Ik ben een verbinder, dat is één van mijn krachten. Ik hoop het harmonisatieproces te kunnen versterken. En ook liet ze weten, ik ben zeer laagdrempelig. Bijna drempelloos, zei ze. En een mensenmens. Ik heb dat zelf ook ervaren. Je bent gewoon een hele recht door zee, een recht voor zijn raap dame, waarvan je precies weet wat je eraan hebt. Dus zei je, ik denk dat wij elkaar veel gaan ontmoeten, dat bedoel je de mensen hier, op verschillende plekken. En Wendy Verkleij zet vandaag, geen dag te vroeg dus, maar prima op tijd, een prachtige stap in haar bestuurlijke loopbaan. En van harte feliciteer ik haar met haar benoeming hier in Noordwijk. Ik ben echt blij dat jij deze stap zet en juist hier in deze mooie nieuwe gemeente Noordwijk. En mijn gelukwensen zijn er uiteraard ook voor haar echtgenoot, haar kinderen, aanhang, moeder en andere geliefden en voor alle geledingen binnen Noordwijk. Bestuurders, raadsleden, ambtenaren, inwoners en maatschappelijke organisaties. U maakt met elkaar in alle gemeenschappen van deze gemeente een nieuwe start, of zo u wilt, een doorstart. En naar aanleiding van het aantreden van Wendy Verkleij wil ik graag een paar zaken met u delen. Maar eerst even stilstaan bij het bijbehorende afscheid. Want zo hebben wij dat in Nederland geregeld. Er kan er maar één de burgemeester zijn. En dat betekent dat er een einde kwam aan het waarnemend burgemeesterschap van Jon Hermans Vloekbelt. Vorige week heb je ruim en royaal afscheid genomen hier. En zij was hier vanaf 1 januari 2019 en heeft met verve de ambtsketen gedragen. Ik heb je daar afgelopen vrijdag ook al iets over toegesproken tijdens het jaarlijkse burgemeestersdiner. Ik doe het hier opnieuw. Jon,
Je hebt je taak als waarnemer met jouw gezag, met je uitstraling, je rust en je ruime ervaring voortreffelijk vervuld. En ik heb er ook heel veel goede geluiden over gehoord. En daarmee bewees jij deze nieuwe gemeente Noordwijk een uitstekende dienst en legde je een stevige basis voor je opvolger. Ondertussen heb je ook nog kans gezien in de provincie Zuid-Holland vorm te geven aan een nieuw college, aan het formatieproces, met als resultaat het huidige college van GS. Jij gaat het ruime sop kiezen, je gaat op reis, ik ben jaloers op je, ik ben ook een zeiler, maar jij gaat het ruime sop kiezen en genieten van je vrijheid. Jon, mag ik jou heel hartelijk danken voor jouw inzet hier en ik vraag hem een groot applaus. De zoektocht naar de eerste kroonbloemde burgemeester startte in de zomer van 2019. En meer dan, dus een mooi aantal, meer dan 700 Noordwijkers lieten via een enquête weten wat voor burgemeester zij graag willen. Termen als zichtbaar, aanspreekbaar, verbindend, daadkrachtig, integer, dat zijn de woorden die voorbij kwamen. En in de profielschets die werd gemaakt kwamen die wensen duidelijk terug. Bovendien werden er door de gemeenteraad nog enkele belangrijke bestuurlijke en persoonlijke kwaliteiten aan toegevoegd, zoals opgavegericht, strategisch en ook relativerend en met humor. U wilde, zo luidde de titel van de profielschets, de beste burgemeester voor de gemeente Noordwijk. Lijkt me trouwens een verstandig uitgangspunt. We hebben over dit profiel als gemeenteraad en commissaris tijdens de profielschetsvergadering op prettige wijze van gedachten gewisseld. En daarna is de profielschets vastgesteld. En zo gingen we de procedure in. En u weet, als commissaris is het mijn rol en taak een eerste selectie te maken van de kandidaten die zich hebben aangediend. En vervolgens is de vertrouwenscommissie van Noordwijk aan de slag gegaan. En met de ons allen inmiddels bekende uitkomst. Met Wendy Verkleij komt veel ervaring binnen, opgedaan zowel in het bedrijfsleven als in de wereld van het bestuur. Zij was office manager en account manager bij verschillende commerciële ondernemingen en vanaf 2002 raadslid in Reewijk en daarna wethouder in Bodegraven-Reewijk, ook een fusiegemeente in Zuid-Holland. En vervolgens werd zij nu 5 jaar geleden burgemeester van Uitgeest in onze buurprovincie Noord-Holland. Zo bezien is de nieuwe start van vandaag ook een terugkomst in de provincie waar de bestuurlijke loopbaan van Wendy Verkleij begon en vorm kreeg. Welkom terug, zeg ik als commissaris, om daaraan toe te voegen dat ik de keuze van de gemeenteraad van mevrouw Verkleij van harte kan onderschrijven. Ze is een stevige bestuurder die van aanpakken weet en dat verbindend en gezaghebbend doet. En dat is nodig hier in deze mooie plaats, deze mooie gemeente Noordwijk. En dat heeft zij in Bodegraven-Reewijk en Uitgeest laten zien. Dames en heren, ik snap dat u vol verwachting uitkijkt naar de komende tijd en daarbij veel van uw nieuwe burgemeester verwacht. Ik ken dat gevoel. Vooral ook omdat wij leven in spannende tijden waar het vaak gaat over zaken als integriteit, polarisatie en ondermijning. Thema's die nogal eens op het bordje van de burgemeester komen. En we zien dat de maatschappelijke en politieke dynamiek soms groot is. Soms ook hier in Noordwijk. We kunnen daarom naar mijn inzicht niet zonder bestuurders die boven de partijen staan en onafhankelijk zijn, zoals de burgemeester en ook de commissaris. Ik zeg vaak, er zijn mensen die zoveel van de burgemeesters houden dat ze ze wel zouden willen kiezen. Ik zeg al jaren, laten we daar alsjeblieft niet aan beginnen.
Maak daar geen politicus van, want dat is dan de consequentie. En dan schaffen wij een broodnodig stabiliserend ambt af. En zonder stevige stabilisatoren in de samenleving gaat het niet. En de burgemeester is daar een belangrijke factor in. Dus zonder die stevige stabilisatoren in de samenleving gaat het niet, zo is mijn overtuiging. En de burgemeester is zo'n factor. En daarom is het cruciaal dat wij in Nederland onze burgemeester steunen. En als commissaris doe ik dat ook waar het maar kan. Het burgemeestersambt is namelijk niet alleen veelzijdig, maar ook veel eisend. Een tough job in goed Nederlands. Ik heb dat laatst in een interview gezegd dat de romantiek rond dat ambt wel zo goed als verdwenen is. Het is gewoon een stevige, ingewikkelde baan. Of een ambt. Met een verscheidenheid aan taken en rollen. Als voorzitter van het college en gemeenteraad. Als eenhoofdig bestuursorgaan. Als ambassadeur en boegbeeld van de gemeente. En in dit geval als burgermoeder. Dat zijn meerdere banen in één. En dat geef ik je te doen. En dit pleidooi houd ik vaker. Zonder onderling vertrouwen en ruimte voor eigen functioneren en de manier waarop iemand dat zelf invult, gaat dat niet. Geef elkaar en dus ook de nieuwe burgemeester daarom de ruimte. Op zo'n basis kunt u er met elkaar een succes van maken. En dat is natuurlijk wat ik u allen toewens. Er liggen grote opgaven te wachten. Daar hebben we vorige week, toen ik hier was met gedeputeerde Floor Vermeulen, met het college nog over gesproken. Noordwijk investeert in de gemeenschappen. Ik noemde het toekomstdebat al en ik denk ook aan de omgevingsvisie. En tegelijkertijd is Noordwijk meer dan voorheen naar buiten gericht met een duidelijke trekkersrol. Ik heb er van de week nog een compliment over gemaakt. Het zal toch niet zijn dat Noordwijk nu de kartrekker wordt in deze streek. Complimenten. Wat mij betreft uitstekende ontwikkelingen. Noordwijk is een belangrijke gemeente in de Duin- en Bollenstreek. En misschien is de Duin- en Bollenstreek wel het gebied waar ik het meeste ben geweest in de afgelopen 6 jaar. Eerder vanmiddag was ik nog in Lisse op uitnodiging van de Economic Board Duin- en Bollenstreek. Een prachtige, inspirerende bijeenkomst over de stand van zaken rond de economische agenda van deze regio. De kracht in de verbinding en de space in between waren de termen. En ik heb er zelf aan toegevoegd, we hebben naast het groene hart ook het bonte hart. Als ik al die kleurige velden hier in deze streek zie. En in die agenda gaat het over investeren in de Greenport, de ruimtevaart, het toerisme en de zorg. En ik was blij te vernemen dat er een overkoepelend, samenbindend verhaal komt. En dat je je zo als streek, als regio, krachtig op de kaart zet. En daar vormt Noordwijk een belangrijke factor in. Dit is de gemeente van de bollevelden, de prachtige hotels en andere toeristische voorzieningen en innovatie van de bovenste plank. Innovaties in het ruimtevaartcluster. En ik zeg wel eens, space is mijn love baby, zoals ooit Schremp zei dat Fokkers een love baby was. Maar ik hoop er toch meer uit te halen dan destijds. Bovendien is Noordwijk als badplaats hard op weg naar de status kuuroord. Het werken aan de economische agenda wordt alsmaar interessanter. Voor alle regio, alle gemeenten in de regio, maar zeker ook voor Noordwijk. En voeg daarbij andere door uzelf benoemde cruciale thema's als woningbouw, de ontwikkelingen in het sociaal domein, de energietransitie en klimaatadaptatie. En het is duidelijk dat er de komende jaren volop werk aan de winkel is. Voor de nieuwe burgemeester en voor u allemaal. Noordwijk is een fusie van 2 gemeenten. En normaal gesproken is 1 plus 1 gewoon 2, zoals we op school hebben geleerd. Maar hier wilt u er, zo u zegt, zelf 3 van maken. En dat is een geweldige ambitie. Dat mag ook wel met de zilk erbij, dan ben je met z'n 3. Een ambitie die ik van harte toejuich. En vandaag wens ik u allen en met name de nieuwe burgemeester Wendy Verkleij-Eimers heel veel succes en ook veel plezier. Dank u voor uw aandacht.